Veel projecten van opera die zijn uitgesteld door corona, zijn het er dan 3 na elkaar geworden. En daar is ook nog een derde kindje bijgekomen. Dus het was op alle vlakken, op persoonlijk vlak en ook op werkvlak, ja, een heel afwisselend jaar. Veel hedendaagse muziek, veel kamermuziek, veel opera. Dus alles wat mijn hartje begeert. Ik vind het net heel uitdagend om al die verschillende dingen te doen. En ik denk, als ik veel lied gedaan heb en ik kom dan terug naar de opera, dan vind ik het ook heel interessant om dat kamermuziekgevoel eigenlijk mee te nemen in de opera. En omgekeerd, dus ik denk dat het een beetje communicerende vaten zijn. Als ik te lang in één ding vastzit, dan komt er ook een soort routine. En ik hou niet zo van routine. Ja, De Bekeerlingen was een heel uitdagende rol. Het ging over een vrouw die haar 3 kinderen verloor. Op dat moment was ik zwanger van mijn 3e kind. Dus ik moet zeggen dat het wel heel erg dichtbij kwam. Eigenlijk moest ik voor de opera een valse buik dragen. En dan heb ik gebeld om te zeggen, ja kijk, ik ben in verwachting. En dus dat kwam eigenlijk goed uit. Ja, het was wel een huzarenstukje en vooral Wim en Stefan Hertmans ook waren zeer ongerust omdat ik altijd maar groter en dikker werd. En ze dachten van ja, die gaat dat hier niet halen, de eindmeet. Ik denk dat Wim Hendricks wel een goede invloed heeft op de groei van kinderen. Ik was ook zwanger van mijn 2e dochter als ik een ander werk van Wim Hendricks deed. En hij lachte er nog mee van, de mensen gaan denken dat ik er voor iets tussen zit. Met al die zwangerschappen, maar dat was uiteraard niet zo. Maar mijn dochter heet Jacoba. Mijn zoon in de opera heette Jacob. Dus het was een beetje een, ja, onbewust precies, toch een eerbetoon aan het verhaal en aan Wim. En achteraf gezien, met de dramatische gebeurtenissen, ben ik dubbel blij dat ik voor die naam gekozen heb natuurlijk. Er is een lied nogal aan het begin van het programma, The Three Ravens, wat eigenlijk zeer lang doorgaat. Het verhaal helemaal vertelt in verschillende etappes met een vertelling die nogal neutraal begint en dan eindigt op een dramatische wijze. En het soort hypnotiserende daarvan, van die klanken en datzelfde refrein dat altijd maar terugkomt, dat is toch een van mijn favorieten. Ik denk dat in die Engelse liederen van de 16e, 17e eeuw er een heel vertellende kant zit. Dus het zijn echt mini-verhaaltjes. Je zit heel erg dicht bij de tekst en er zijn bepaalde basiswaarden en basisbegrippen die terugkomen in al die liederen. Dat is de zoektocht naar vrijheid, naar roots, het verlangen naar ergens een plek waar we onszelf kunnen zijn. En vandaar ook de keuze om het te combineren met een aantal hedendaagse volksliederen. Ja, je hebt enerzijds in die oude muziek veel meer vrijheid. De notatie is soms veel spaarzamer dan in de hedendaagse notatie. Dus er is een veel grotere vrijheid. En je hebt een transparantie van die instrumenten en een soort kleur die je echt wel meevoert naar die tijd. Ja, ik ga met vakantie morgen vroeg. Niet zo ver van hier trouwens, naar het noorden van Nederland. Provincie Zwolle is dat zoiets. Gewoon een hutje in de natuur, meer is het niet. Have you ever heard two turtledoves, Bill and Coo, when they... En volgend jaar een grote creatie met Ictus, hedendaagse muziekgroep.
heeft zijn première in Parijs in september. En met Revue Blanche gaan we een concerto spelen van Annelies van Parijs met het symfonieorkest. Met het operaorkest doe ik Peer Gynt en een grote tour met de Matthäus Passie in Amsterdam. En nog veel andere dingen die allemaal op mijn website te vinden zijn.